Hira is fabrikant van schakelmateriaal en van smart home concepten. Dat doen we allemaal volgens de Made in Germany kwaliteit. Hira ondersteunt de ARC Architectuur Award al sinds 2012. Het is eerst en vooral een architectuurprijs, maar er zit ook een duurzaamheidscomponent in. En die duurzaamheidscomponent die onderstrepen wij graag, omdat we denken dat duurzaamheid ook door middel van intelligente gebouwentechniek gerealiseerd kan worden. Uitdagend in dit project is geweest dat je een monument hebt van eind 19e eeuw wat heel erg robuust is. Hoe behoud je de karakteristieken van zo'n object, terwijl je daar toch een hele nieuwe zware functie aan toe moet voegen? Wat je vooral uit dit project kan halen is dat je het goud moet halen uit wat er aanwezig is. En dat je niet altijd het goud hoeft te brengen. Het herkennen en erkennen van architectuur is bijna net zo belangrijk als het toevoegen en maken van architectuur. Het is wel zo dat een laag die je niet goed kan zien, namelijk de laag die ervoor zorgt dat het hele eiland zelfvoorzienend is. Dat is een infrastructuur aan energetische maatregelen die samenkomen in een toegevoegde schuur, letterlijk. Helemaal van gebrand hout gemaakt. Nou, dat gebrande hout dat staat symbool voor het vuur van de vuurtoren, van het eiland, vuurtoren eiland, en van het feit dat de volledige keuken draait gewoon op hout. Er wordt helemaal op hout gestookt. Het mooiste zou zijn als mensen op dit eiland komen en het idee hebben dat ze dit voor het eerst ontdekt hebben. Het is allemaal niet aangeharkt op het eiland. Het is ruig en je mag dat voelen. Dingen zijn kapot, dat mag je zien. En je mag juist die melancholie van dat eiland, die magie, die mag je ervaren als bezoeker. En absoluut niet verbergen met een mooi stukje glimmende architectuur. De moeilijkheid natuurlijk bij een gebouw zoals dit, waar veel ministeries worden ondergebracht, is natuurlijk de beveiliging. Dus je moet heel goed nadenken hoe je een beveiligd gebouw toch gastvrij kan maken. En in dit specifieke gebouw hebben we dan bovenop het retailprogramma wat er überhaupt al zat, hebben we ook wat wij hebben genoemd een city lobby gemaakt. Dat betekent dat iedereen kan vrijelijk het gebouw in en uitlopen. En daarboven hebben we eigenlijk een semi-publiek gebied gemaakt waar eigenlijk heel veel vergaderfaciliteiten zijn ondergebracht en ook restaurants en cafés. En alleen op die manier wordt denk ik een gebouw echt deel van een stad. En geen fort met een beveiligde voordeur. En we hebben bij dit gebouw het voor elkaar gekregen om een EPC van 0,44 te realiseren. Dus we hebben in plaats van enkel glas, hebben we uiteindelijk driedubbel glas gemaakt. Als ik nu door het gebouw loop en ik zie hoe gebruikers het gebouw gebruiken, wordt het heel erg intensief gebruikt. En dat is eigenlijk voor mij een bewijs dat wat we hebben gedaan met het gebouw, dat ja, goed is. We hebben dus nu een parkeergarage gemaakt waar je en kunt parkeren en evenementen en fietsparkeren is opgenomen. Plus dat je eventueel op de bovenste verdieping nog extra ruimte kunt toevoegen. We hebben de funderingen zwaarder gemaakt om extra functies op het dak mogelijk te maken. Of prachtig uitzicht over de Zuidas. We hebben op de onderste twee lagen een vloer weggelaten en daar een gebouwschil omheen gezet die geïsoleerd is. Waardoor een groot deel van de tijd, als je de deuren openzet, die vloer gewoon als parkeergarage gebruikt kan worden. Maar op het moment dat er een beurs of een evenement is, kan die dicht. En kan je op de hoger gelegen verdiepingen gewoon parkeren. Maar kan die worden toegevoegd aan het circuit van de hallen die ernaast staan. Ja, de uitdaging bij zo'n project is eigenlijk om alles weg te laten wat je niet nodig hebt en om het zo simpel mogelijk te maken. Dus het is ook een heel eenvoudige garage. Het meest opvallende zijn die twee wokkels waar je mee naar boven en naar beneden rijdt. Dus wij willen juist als je naar de RAI toekomt, als een eerste visitekaartje, dat je in een hele mooie parkeergarage binnenkomt. We zijn bezig geweest met Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. Dat is een rijksmonument. Het is gebouwd aan het begin van de 20e eeuw, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En de opdracht was: maak het open, transparant, toegankelijk, zodat wij als burgers zien wat daar binnen plaatsvindt. Dus we hebben eigenlijk alle toevoegingen die in latere jaren zijn gedaan weggehaald en zijn teruggegaan naar het oude gebouw. Nou, wat we echt hebben kunnen toevoegen is we hebben nieuwe foyers toegevoegd, zodat die hele begaande grond dat één programma kon worden, één openbaar programma. Wat ik heel erg belangrijk vind, dat je tussen nieuw en oud een hele zachte overgang hebt. Zodat je de gebruikers eigenlijk niet lastig valt met wat is nou oud en wat is nou nieuw.
Het mooie is, doordat je de hele begane grond als openbaar gebied hebt gemaakt, voel je heel goed de relatie met de straat, de relatie met het bos en met de tuinen, zodat je je heel erg verbonden voelt met die plek. Je bent ineens, ben je niet meer binnen alleen maar binnen het gebouw, maar ben je een onderdeel van Den Haag.